Er was ook één vraag bij. Het was iemand die behoefte had om het nog concreter te maken aan Danny. Stel, wat moet ik nou eigenlijk maandag anders gaan doen dan ik de afgelopen jaren, weken, maanden heb gedaan? Of Danny, ik maak het nog mooier. Jij bent de baas van een van die grootbanken. Zeg het maar, wat ga je maandag doen? Wat mij echt super tof lijkt, en wat denk ik ook meteen de oplossing kan zijn voor deze uitdaging, is om te zeggen, we gaan opnieuw beginnen. We gaan opnieuw beginnen. Ik huur een leeg pand, ergens heel ver weg bij de Zuidas vandaan. Ik haal de helft van de beste mensen haal ik uit de organisatie en die vul ik vervolgens aan met externen die bijvoorbeeld in Londen gewerkt hebben bij technologiebedrijven of juist de hele mooie filosofen die een prachtig idee hebben. En we gaan gewoon blokje voor blokje die hele bank opnieuw bouwen. Want het grote probleem is dat je gewoon je core systemen, die bestaan al 10, 20 jaar. Je zult altijd trager, duurder en logger zijn dan die concurrenten. Het enige wat je dus kunt doen, is van scratch beginnen. Dat lijkt me echt helemaal te gek.